Gerald Roethoff is een gerenommeerde strafrechtadvocaat met zijn eigen firma in Amsterdam. Machteld Roethoff is een jongere zus, ook strafrechtadvocaat. Zij heeft ook haar eigen firma in Arnhem. En daar is neefje Jamiel net begonnen als advocaat. Ze werken intensief met elkaar samen. Zij zijn de verdedigers van verdachten van drugstransporten, vrouwenhandel, fraude, moord, doodslag en afrekeningen in het criminele circuit. Ook zijn zij strafpleiters van verdachten van kleine delicten met grote gevolgen. En weten bekende sporters en artiesten de weg naar deze verdedigers, firma Roethoff Advocaten, te vinden. Ik ben Mildred Roethoff, filmmaker, zus en tante. In deze zesdelige serie, De Verdedigers, dompel ik mezelf onder in hun wereld, waar niets is wat het lijkt. Hoi, goeiedag, met Roethoff. Never a dull moment in het leven van een strafrechtadvocaat. Terwijl Gerald tijdens de schorsing van een zitting zijn mobieltje aanzet, stromen de telefoontjes gelijk binnen. Het OM laat weten dat zijn cliënt verdachte V in een moordzaak een reconstructie moet uitvoeren. Ze maakte een berichtje op mij en toen schoot ik. Het komt niet vaak voor dat de rechtbank opdracht geeft tot een reconstructie. De verdachte, meneer V, moet met figuranten op de plaats van het misdrijf zijn eigen zaak naspelen. Er is iemand overleden door schotwonden. En mijn cliënt zou daarbij betrokken zijn. Hoeveel schotwonden? Één schot was dodelijk. Justitie vermoedt dat tijdens een drugsdeal die gigantisch uit de hand liep, verdachte V de ripper doodschoot. Verdachte V beroept zich op noodweer, oftewel zelfverdediging. Mijn cliënt in ieder geval is blij dat hij leeft. Mijn cliënt is blij dat zijn vriend leeft. En natuurlijk vindt hij het verschrikkelijk dat er iemand overleden is. Maar het is echt een geval van ik of hij. Drugsdeals, liquidaties en vooral zaken die bijna niet te verdedigen lijken. Dat zijn zaken waar mijn broertje Gerald graag zijn tanden in zet. Maar even vanuit mijn perspectief, ik denk van, er is hier in het huis een moord gepleegd. Iemand is overleden, ja, dat is goed. Ja. Klopt. Nou ja, wat is het verschil tussen een moord gepleegd en iemand overleden? Want uiteindelijk is iemand vermoord. Moord wil zeggen dat iets van tevoren gepland is voor de achterraden. Aha. En sowieso was daar geen sprake van. Dus deze zaken zijn in die zin anders, dat we hier praten over iemand die overleden is. Ja. Die eerst geschoten heeft, meerdere schoten gelost heeft. Waarbij je dan iemand anders hebt gehad, die geen keuze had, mijn cliënt, dan inderdaad schieten om zijn leven en het leven van zijn vriend te redden. En in de hele wereld, in elke samenleving, is zelfverdediging nog steeds, ja, ik wil gewoon het woord toegestaan gebruiken. Ik ga mee naar de rechtbank en ben heel benieuwd naar de verdediging. Want voor mij is het moeilijk te begrijpen hoe in een zaak van zware jongens die vuurwapengevaarlijk zijn, het recht op zelfverdediging zou kunnen gelden. Dank u wel, geacht college. Ik moet de officier van justitie mijn complimenten geven. Mijn complimenten voor het rookgordijn wat ze hier weet op te werpen. Maar dat doet het OM heel erg goed. Het OM probeert heel goed duidelijk te maken dat er een aantal scenario's zijn. Als wij eventjes mee zouden gaan wat dat deel betreft met het OM, dat er van de drugsdeal sprake is geweest. Niemand die een drugsdeal ingaat wil dat de partij waarmee gedeeld gaat worden een wapen bij zich heeft. Dat wil hij niet. Maar als we feitelijk de zaak bekijken, wat hebben we wel? Twee wapens en inderdaad het leven van een dat hem ontnomen is. Dat is een vaststaand gegeven. Als we kijken naar wat mevrouw van haar kant aangeeft, wat zegt ze? Het komt precies overeen met wat cliënt aangeeft. Eerst was het gezellig. Ze hoorden een gezellig gesprek, wat cliënt ook zei. Ineens geschreeuw. En toen schoten. Ze keek naar buiten en zag buiten op een gegeven moment over hem heen staan met een vuurwapen op zijn hoofd. 20 jaar lang strafdossiers lezen, doorspekt met ellende en geweld. Hoe heeft dat Gerald's blik op de wereld veranderd? Oh, sowieso. Kijk, als ik ergens loop, kan op straat zijn, bepaalde buurten, en iemand achter me aanloopt. Het heeft niets te maken met angst, maar niemand loopt achter mij. Dan wacht ik rustig tot je voor me komt. Dan haal je me in en dan kom je voor me lopen. Als iemand achter je loopt, dan heeft hij de regie. En als iemand voor je loopt, heb jij de regie. En ik vind het fijn om de regie te hebben.
Maar wat doet het dan met je als je van die politierapporten leest? Heel eerlijk? Ja? Vroeger deed het me iets en ik ben heel blij dat het me nu niets meer doet. Wat me wel kan raken zijn zaken waarbij het gaat over kindjes. Kinderen zijn onschuldig. En die kunnen ze niet voor zichzelf opkomen vaak en kunnen ze zichzelf niet verdedigen. Dus zaken met betrekking tot kinderporno, dat ligt altijd gevoelig. Ga je eigen kinderen denken natuurlijk. Als je het hebt over volwassen mannen die elkaar minder aardig bejegenen. Nou, gewoon met geweld elkaar te lijf gaan. Klopt. Kijk, als je daar te emotioneel bij betrokken raakt, hoe kan je dan een cliënt goed verdedigen? Kijk, uiteindelijk is er sprake van beroepsdeformatie. Dat kan je wel zeggen inderdaad. Je ziet heel veel, net als een arts. Hè. Ik bedoel, artsen die dan iemand behandelen die op een gegeven moment komt te overlijden. Ik denk de eerste keer zal het heel pijnlijk zijn. En als je dan 20 jaar als arts bezig bent en het vaker gezien hebt, het doet je iets. Maar uiteindelijk, je gaat naar huis en je ligt naast je vrouw. En de volgende dag word je vrolijk wakker. Maar je hebt geen slapeloze nachten meer in ieder geval? Al jaren niet gehad. Heb je die überhaupt? Die vraag ik me af. Nou kijk, ik heb alleen slapeloze nachten als ik een zaak moet afmaken. En niet kan slapen, omdat ik gewoon nog een dossier moet lezen. Je hebt deadlines. En dan slaap ik niet omdat ik aan het werk ben. Maar als ik op mijn bed lig, bam, weg ben ik. Gelukkig maar. Heerlijk. Heerlijk slapen. Zo lekker. Vaak denken mensen dat mijn jongere zus Machteld model is. Niets is minder waar. Als strafrechtadvocaat staat ze midden in de samenleving. Ze is gedisciplineerd en bescheiden. En is net als onze broer Gerald een workaholic. Zij is partner van het advocatenkantoor in Arnhem en geeft leiding aan 4 strafrechtadvocaten, juristen en het secretariaat. Ook werkt ze keihard voor de verdachte die ze bijstaat om het recht te laten zegevieren. Kijk, ik weet nog de eerste keer dat ik een strafzaak deed. Van tevoren dat ik toch een ander gevoel had. En dat ik veel meer het gevoel had van ja, je hebt het zelf opgezocht. Allereerste en waar strafzaak. Waar ging die over? Dat ging over huiselijk geweld. Ah. En het grappige was dat op het moment dus dat ik die zittingszaal inliep of en bij de voorbereiding, ja, dat je op dat moment gewoon wel dit kan doen en die knop om kan zetten. Dat moet je wel kunnen doen hoor, want als je die knop niet kan omzetten, dan slaap je niet meer, denk ik. Diana K., voormalig eigenaresse van een pandjeshuis in Arnhem, heeft Machteld hard nodig als advocaat. Zij wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie met haar toen 17-jarige zoon en zijn vrienden. Wat er gewoon gebeurt in die rechtszaal, en dat heb ik de laatste keer ook gezien, je vertelt het verhaal zoals het gegaan is. Ja. Ja? En jij als geen ander kan dat doen. En dat is uiteindelijk denk ik wel de kracht straks die wij moeten gebruiken. En dat hebben we in eerste aanleg gedaan bij de rechtbank. Ja. En wat wij gewoon moeten doen is een hoger beroep. Jouw persoon in jouw element daar neerzetten. Juist. Kijk, een rechter leest een dossier. Precies. Een advocaat leest een dossier. Precies. Een officier of een advocaat-generaal leest een dossier. Dan ga je voorstelling van maken. Exact. Maar klopt dat met wat ik ben? Exact. Terwijl ik als fly on the wall het gesprek volg tussen Machteld en haar cliënt Diana K., zijn er allerlei vragen die op mijn lippen branden. De verdenking is dat de criminele organisatie zich zou hebben beziggehouden met het plegen van woninginbraken, overvallen en heling, waarbij het pandjeshuis werd gebruikt om de criminele winsten wit te wassen. Al die beetjes informatie willen we van tevoren, ruim van tevoren, bij het Hof hebben. Dat het Hof kan lezen en zien van, hé, het zit misschien toch anders. Ben je ooit eerder met justitie naar gekomen? Nee. Ik ben geen crimineel. Ik ben gewoon een moeder. Ik ben een hardwerkende vrouw. Mijn zoon had wat dingetjes gedaan. En omdat wij een pandhuis hadden, weet je, dan wordt het gewoon allemaal uit zijn verband getrokken. Ik was de spil van de criminele organisatie. Ik weet dat alles wat ik heb gedaan in het verleden, dat het altijd ten goede trouw is geweest. Ik heb zelfs politie gebeld als ik dingen niet vertrouwde. Die beelden, we hebben die beelden ook natuurlijk bekeken. Wat ik wil doen is ook die beelden uitschrijven, de camerabeelden. Dat je zegt van oké, dat tijdstip zie je. Hè, het verhaal van die verdenking van heling. Wat ik gewoon dan ook belangrijk vind, wat dan ook echt in beeld wordt gebracht, in kaart wordt gebracht, is dat je bijvoorbeeld met je telefoontje aan het spelen bent. Ja. Of bezig bent. De hele tijd. Klopt. Dat je weg bent op cruciale momenten. Maar jij zegt, ik ben onschuldig. Dat zeg ik zeker. En ik ben al helemaal niet de spil in een criminele organisatie. Ach, hey, ik ben de spil thuis.
Maar hoe is het voor iemand die nog nooit eerder in de gevangenis heeft gezeten... Ja. om dan 3,5 maand in de gevangenis te zitten? Ja, dat is hel. Dat is echt hel. Serieus. Maar in Nederland zegt men altijd in de gevangenis zitten. Het is gewoon dat is een pretje. Ga maar zitten. Ga maar zitten. Ik heb 6 weken in een beperking gezeten. Dat betekent, je mocht een uur luchten. Maar waar je luchten mocht, dat heet luchtkooi. Alsjeblieft, ik ben geen beest. Waarom zat je dan in beperking? Ja, weet ik veel. Omdat het zo'n hele grote zaak was. Geen communicatie met niemand. Advocaat was de enigste. Machteld lijkt vrij zeker van haar zaak. Bij de aanhouding verdacht de politie cliënt nog van deelname aan een criminele organisatie. Maar deze verdenking heeft het OM al gauw laten vallen. De verdenking die overbleef was heling en witwassen. Middels hoger beroep hoopt cliënt op vrijspraak van alle beschuldigingen. Er zijn dingen die gebeurd zijn. Er zullen dingen zijn die misschien net iets minder handig zijn geweest. Maar ik heb niets te verbergen. Kom maar op. Dit is wat mij overkomen is. Ja. En het gaat erom dat je dat beeld ook de rechter voorlegt. Ik heb er vertrouwen in en we gaan er gewoon voor. Tuurlijk. Ja? Absoluut. Goed zo. Mijn neefje Jamil is met zijn 26 jaar de jongste telg in mijn advocatenfamilie. De zaken waar hij als verdediger optreedt zijn er niet minder om. Hij bereidt zich voor in een bizarre zaak over huiselijk geweld. En het gebeurt ook altijd natuurlijk wel hè, in het geniep. Maar goed, als dan iemand zo'n zwaar feit ten laste gelegd wordt... dan moet dat absoluut wel gebeuren op keiharde feiten en bewijsmiddelen. En buiten kei staat dat huiselijk geweld of iets vreselijk is... en wat moet worden aangepakt en wat een halt moet worden toegeroepen, absoluut. Dames en heren, de rechtbank, wilt u gaan staan? Voorzitter, achter college. Mijn cliënt staat vandaag terecht voor... Het was een lange nacht voor Jamil. Maar als geen ander weet hij dat goede voorbereiding het halve werk is. Hij staat zijn cliënt verdachte N bij. Die wordt verdacht van het in brand willen steken van zijn ex-vriendin. Zij is verschillende keren gehoord. En ze heeft ook een telefonische melding gedaan. En dan hou ik u even voor wat ze bij de telefonische melding heeft gezegd. En dat haar ex-vriend benzine op haar had gegooid. Ze stond bij haar voordeur. Ze wou naar buiten. En ze zegt verder, hij bedreigt me iedere keer met de dood. Dan zegt ze tegen de politie dat ze met de vuist in het gezicht was geslagen door haar ex-vriend. En de politie zegt dan dat de rechterwang van mevrouw, aan deze kant, ook erg dik was. En dan zegt ze dat ze voor de woning stond. Dat u op haar af kwam lopen en dat u gezegd zou hebben dat u haar in de fik ging steken. Met een witte liter fles wasbenzine over haar gegoten. En toen zag ze dat u een aansteker pakte. Ja, maar ik zeg even wat zij zegt, hè, want dan moet ik even zeggen. En dan ziet ze ook een vlammetje. En dan zegt ze dat u de aansteker met de vlam in haar richting bewoog. Wordt vervolgd. Van Arnhem gaan we terug naar plaatsdelict in Amsterdam. Waar 3 mannen betrokken zijn bij een schietpartij met fatale afloop. De cliënt van Gerald, verdachte V, speelt letterlijk zijn eigen rol na. In een vreselijk uit de hand gelopen drugsdeal. De officier van justitie eist 9 jaar. En Gerald wil vrijspraak vanwege noodweer. Om recht te kunnen spreken wil de onderzoeksrechter onder andere weten wie de eerste schoten heeft gelost. En ik wil graag weten wat hij boven met het wapen heeft gedaan. Heb ik gevraagd, maar hij heeft het achtergelaten, maar hij weet niet meer waar, zegt hij. Ja. Maar daar wil ik graag dat ik het nog even op doorvraag. Nou, waar het echt puur om gaat, is dat noodweerverhaal van de verdachte. Dat moet duidelijk worden dat er mogelijkheid is. En de reconstructies daarbij in beeld nemen. Nee, dat is het. Wat u nog vraagt? Nee, ik denk dat wat ik zelf wilde zien, heb ik gezien. En dan kan ik die vragen weer hebben. Nee. Dit is dus echt een zaak waarbij het gaat om alles. Of niet. Ofwel, meneer wordt veroordeeld voor het om het leven brengen van iemand. Hij gaat jaren de bak in. Ofwel, het zal zo zijn dat de rechter zal zeggen, inderdaad, in deze situatie kon niet anders. En dan gaat hij voor het schieten volledig vrij uit. En heeft dat hier een strafblad? Ik wil op zich niet te diep over zijn persoon spreken, maar hij heeft geen strafblad voor geweldsdelicten, geen strafblad voor drugsdelicten, geen strafblad voor overtreding van de wetbehalve. Het lijkt mij een duivels dilemma als rechter om iemand vrij te moeten spreken die een ander om het leven heeft gebracht. Na alle onderzoeken vindt de laatste zitting plaats voordat de rechter uitspraak doet. U heeft het wapen gezien. Het wapen was of geblokkeerd of leeggeschoten.
Op geen enkele manier kan gezegd worden dat met technisch bewijs dat verhaal onderuit gehaald kan worden. En dan zegt de officier, ja, misschien wil de cliënt rippen. Ik bedoel, als je iemand gaat rippen, en dat behoren we nu wel te weten, dan doe je dat niet bij je eigen woning. Dat doe je niet bij de woning van inderdaad je maat. Dan doe je dat ergens op straat, op een parkeerplaats. Zo gaat dat. Zo werkt dat. De cliënt zijn vraag is om hem te schorsen. Te schorsen even tot de dag van de inhoudelijke behandeling. Ik vind dat artikel 67a lid 3 beslist niet aan de orde is. Ook niet voor het vuurwapen en ook niet voor de verdovende middelen en al helemaal niet voor de andere feiten. En ik verzet me dan ook uitdrukkelijk tegen de opheffing en tegen de verzochte schorsing. Dank u wel. Dank u wel. Ja. Dat is het. Het pleidooi dat Gerald voert doet me denken aan een Quentin Tarantino film waar de kogels je om de oren vliegen. De vraag die bij mij naar boven komt is hoe Gerald naar mensen kijkt die buitenproportioneel geweld gebruiken. Menselijk, maar het is niet zo dat je erachter staat. Hetzelfde als, wat vind je van iemand die een auto bestuurt met alcohol? Ik zeg nooit van ja, hartstikke goed dat je dat doet. Door de eeuwen heen, je hebt geen wetboek nodig om te zeggen, gij zult niet verkrachten, gij zult niet roven, gij zult niet moorden. En daar heb je zelfs geen Bijbel voor nodig, geen Koran voor nodig, maar gewoon menselijke basisbeginselen. Terug naar de rechtbank in Arnhem. De man die ervan wordt verdacht zijn ex in brand te hebben willen steken, wordt flink aan de tand gevoeld. Zij zegt ook dat u onder invloed was. En de politie zegt dat ook. Want verzint ze dit nou allemaal? Nou ja, laat ik het zo zeggen. Ik heb opgeschreven dat ik niet voor dat ben geweest. Zij kan het nog niet inhouden. Ja, u doet het dan wel een beetje voorkomen alsof het allemaal heel gemoedelijk ging daar in de woning. Hoe zou u verder de relatie met de slachtoffer omschrijven? Niet makkelijk. Want het dossier, dat staat bol van de incidenten, ja. Opgenomen door de politie, ja. Die zijn opgenomen door specialisten bij de eerste hulp, ja. In 2014, april 2016, november 2015, januari 2017. Elke keer komt zij in elkaar gemet in het ziekenhuis of bij de politie. En elke keer gaat de vinger uw kant op, zowel door getuigen als door het slachtoffer zelf. Het is zondagavond en er wordt overleg gevoerd op kantoor in Amsterdam over de typische zaak van Jamil. Hoi, hoi. Hoi. Serieus? Hey, ja. Dat is wel bijzonder. Ja. Word je genegeerd? Je wordt een beetje genegeerd. Nee, toch? Nee, je ook negeren? Vertel. We zijn even aan het voorbespreken. Welke zaak? Het is wel een bijzonder verhaal, vond ik zelf. De verdenking is dus dat cliënt van wordt verdacht zijn ex geprobeerd te hebben in brandstichting. Poging brandstichting van de ex. Van de ex. Oké, en hebben ze onderzocht of hij aan zijn handen iets met koers had? Ja, en daar is niks van aangetroffen. Oké. Maar dat is de eerste. Ik ben eigenlijk nieuwsgierig naar hele andere dingen. Hoe denkt u dat de samenleving strafrechtadvocaat in zijn algemeenheid eigenlijk ziet? Je moet je niet bezighouden met wat andere mensen allemaal van je denken of vinden, nee. Of zeggen. Als je dat doet, dan kan je werk echt niet goed uitvoeren. Ook stel heeft volgens mij wel een mening over jouw vraag. Zoals wat? Ik lees het niet eens hoor. Ik bedoel, als ik het ga lezen, dan lach ik alleen maar. Privé-meningen. Privé-meningen? Daar maken we ons niet druk om. Het gaat niet om wat de samenleving vindt. Het gaat om wat je van jezelf vindt. Ja, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar Moscovic. George Kelder heeft hem maffiamaatje genoemd. Dat heeft wel wat teweeg gebracht. In ieder geval, het heeft misschien wel imago-schade teweeg gebracht. Voor wat? Voor hem of voor de advocatuur? Dat weet ik niet. Nee, ik moet je heel eerlijk zeggen, van mijn kant. Als iemand mij dat zo zou noemen, ik zou het niet accepteren. Ik neem mijn werk super serieus. Juridisch aan de ene kant, ook feitelijk. Als je contact hebt, dat de contacten goed zijn. Maar dat heb je ook nodig om te verdedigen, dat het een vertrouwensband is. Dus dat maffiamaatje verhaal waar het op gebaseerd was, weet ik niet. Ik moet wel zeggen, ik heb die naam pas weer gehoord. Over jou? Nee, maar een officier van justitie noemde advocaten zo in de Telegraaf. En ik heb er heel erg aan geïrriteerd. De rechtbank en het OM kunnen niet altijd rekening houden met de agenda van advocaten. Zo komt het voor dat de vaste advocaat niet bij alle onderdelen van het proces zelf aanwezig is. Vandaag gaat Machtel naar de uitspraak van verdachte V, de cliënt van Gerald die in november 2015 aangehouden werd. Zo komt er na anderhalf jaar een eind aan een unieke rechtszaak. Het is aan de rechter om nu recht te spreken. Vier feiten ging het om. Moord dan wel doodslag op poging doodslag op meneer. Het voorhanden hebben van een pistool en van een revolver.
en het bezit van 2 x 1 kilo cocaïne. U heeft ter zitting bekend dat het om een drugsdeal ging en dat u tussenpersoon was. Er was sprake van ogenblikkelijk dreigend gevaar waartegen u zich mocht verdedigen, namelijk acuut dreigend vuurwapengeweld in uw richting. Dat betekent dat dus het feit niet strafbaar is vanwege noodweer. Ontslag van rechtsvervolging. Wel volgde een straf voor de overige bewezen verklaarde feiten. En daarvoor wordt 15 maanden gevangenisstraf opgelegd met aftrek van de tijd dat u gezeten heeft. De verdachte had al een tijd in voorarrest gezeten en is nu vrij man. Voor een afrondend gesprek ontmoet hij Gerald in Amsterdam. Waar de zaak om draaide, waar we dan ook net leven te licht, de buitenwereld spreken van moord, afgelopen. Definitief je naam, maar dat ben ik ook gezuiverd. En ik denk dat dat wel belangrijk is, dat je ook niet met een stempel van moordenaar voor een ogen meer rondloopt. Want de rechtbank heeft gezegd, wat er gebeurd is, was gerechtvaardigd. Ja. Komt dus neer op een, zo noem ik het dan, hè, in normale mensentermen, op een vrijspraak. Volgende week zien we Macht tot een cliënt verdedigen die wordt verdacht van een afschuwelijk misdrijf. Een moeder die wordt verdacht van medeplegen en medeplichtigheid van doodslag op haar kindje. En daarnaast mogelijk betrokkenheid zou hebben gehad bij mishandeling van een aantal van de andere kinderen. En hoe verklaar je dat je 2,2 miljoen euro in je auto hebt?